Dames en heren, allen op de vloer voor een totaal nieuwe dans. Iedereen nodigt iedereen uit. Plaats u per koppel naast elkaar. Aansluiten en volgen maar. Kom aan mensen, laat u niet praten. Volgen maar. Links, rechts, 1, 2, links, links. Per koppel naast elkaar. Volgen, 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 volgen maar. Links, rechts, links, even, links, even. Met de voeten stampen van hier. Het twee, links, rechts, 1, 2, ja. Met de voeten stampen, jongens. Aansluiten en volgen maar. Dichter bij elkaar. En de kring goed rond marcheren. Op de maat van de muziek. Links, rechts, 1, 2. Koppel per koppel. Op de maat van de muziek. Links, rechts, 2, 3. Goed zo, goed zo. Let nu even goed op. Even goed luisteren. Zet u alzo achter elkaar, dus achter elkaar, dat er telkens een heer na een dame staat. Dus een heer, een dame, een heer, een dame, enzovoort. Allemaal in één grote kring, een dame, een heer, achter elkaar. Een grote kring dus. En leg uw beide handen op de schouders van uw voorganger. Voorwaarts stappen, terwijl we u even het liedje van Koning Arthur zullen voorzingen. Want inderdaad, wij gaan de dans van Koning Arthur aanleren. Zo, moeilijk is dat zeker niet. Houd nu dit liedje op, dan zegt u alle gelijk, wat beveelt koning Arthur? Proberen we even. Wat beveelt koning Arthur? Koning Arthur, dat ben ik, zal u dan een opdracht geven die u zeer goed moet uitvoeren. Achter elkaar, in een grote kring, u weet het dus, een dame, een heer, een dame, een heer. Handen op de schouders van uw voorganger. Van de los, op de ezel, van de ezel, op de los. Van de los, op de ezel, van de ezel, op de los. Van de los, op de ezel, van de ezel, op de los. Van de los, op de ezel, van de ezel, op de los. Wat beveelt koning Arthur? Koning Arthur beveelt. De kappers hebben vandaag weer mooie kapsels gemaakt. Wat een pracht en wat een kans om in zo'n kapsel eventjes te woelen. Leg beide handen op het kapsel van uw voorganger. Vandaag.
Arthur beveelt, neem uw voorganger bij het rechteroor en goed doortrekken, alsjeblieft. Van de nos, op de wezel, van de wezel, op de nos. Van de nos, op de wezel, van de wezel, op de nos. Van de nos, op de wezel, van de wezel, op de nos. Van de nos, op de wezel, van de wezel, op de nos. Koning Arthur beveelt, het rechteroor is niet genoeg. Neem allemaal uw voorganger bij het linkeroor en doortrekken totdat het krak zegt. Koning Arthur beveelt, neem uw voorganger allemaal bij de neus. Niet in de neus, bij de neus, aan de neus. Koning Arthur beveelt, eerst even vingertje proper maken. Neusje is vuil, zakdoekje nemen, vingertje afvagen en daarna met datzelfde vingertje in het mondje van onze voorganger. Smakelijk. Koning Arthur beveelt uw voorganger bij het linkerhart te nemen. Koning Arthur beveelt, er zijn nog altijd mannen die niet weten waar het hart ligt. En speciaal voor die heren, neem uw voorganger bij het rechterhart. En moesten er vrouwtjes bij staan zonder hart, wel, die steken dan maar hun vinger terug in hun eigen mond. Er zijn weer comediantjes bij, hè. Er zijn weer comediantjes bij. Kom aan, allemaal gestraft. Neem uw voorganger bij de buik. Maar niet knijpen, niet bijten, niet duwen, niet trekken of kriebelen. Denk alsjeblieft aan de toekomst. Koning Arthur beveelt dat het aardig wat beter kan. Nog meer straffen leg ik u allen op. Neem uw voorganger bij de knobbel van de rechterknie. Zakken, jongens en meisjes. Allemaal zakken, zakken. Koning Arthur beveelt van de rechterknie naar de knobbel van de linkerknie en altijd maar lager. Wow.
Koning Arthur beveelt dat wij altijd maar lager en lager en dieper gaan. En nu nog dieper buigen. Denk echter bij het doorbuigen ook even aan de persoon die achter u staat. En denk even aan uw eigen zittend vlak dat het niet te hoog naar boven steekt. Oké, zijn we klaar? Dieper buigen. Koning Arthur beveelt, grijp nu de linker enkel van uw voorganger, goed vasthouden en steeds voorwaarts gaan, als dat nog gaat. Koning Arthur beveelt van de linker enkel naar de rechter enkel. Maar de dames moeten nog meer doorbuigen en terwijl die rechter enkel goed vasthouden. Koning Arthur beveelt dat het vrij moeilijk was. Daarom nu heel wat anders. Terug even bij de enkels deze maal. Goed vastklampen. En niet vooruit, dat is trouwens veel te moeilijk. Achteruit gaan. Langzaam op de maat van de muziek. Arthur beveelt dat de dames op de rug springen van de ezel die voor hen staat. En die ezel rijdt hen naar de toog. Maar de verrassing zit hem in de staart, inderdaad. Deze maal zullen het de dames zijn die een frisse pin betalen aan de ezel.